Beste CX-rijders, naar dit filmpje kun je beter luisteren dan kijken, hoe vreemd het ook klinkt. Dit is een storingcasus die werkelijk plaats heeft gevonden. De man kwam zijn motorfiets brengen. Hij houdt in bij 4000 toeren. Hij had er van alles geprobeerd, hij zag het niet meer zitten. Hij wou hem bijna het kanaal indouwen. Wat heb ik gedaan? Ik ben gaan kijken. Inhouden bij 4000 toeren, doet hij, ik heb test gereden. Nou, vervelend, CDI gewisseld, dit is nog de testunit, heeft niet geholpen. CDI, dus niet het probleem. Wat viel me op? Ik had twee donker zwarte bougies erin zitten. Makkelijk starten, beetje zullig optrekken. Motor leeft wel, maar kan beter, denk ik. Maar bij 4000 toeren houdt hij in. Oké, dan hebben we nog steeds een probleem. Dan verdenk ik de carburateurs ervan. De carburateurs heb ik helemaal uit elkaar gehaald. Heb ik schoongemaakt. Dat doe ik met tinner. Alle rubbers eruit halen. Alle rubberringetjes, O-ringetjes, alles eruit. En goed schoonmaken. Tijdens het schoonmaken kwam ik al wat tegen waar het probleem zich voor kan doen. Denk eraan, ook die CO2 schroefjes eruit halen met rubbertjes, veertje en stalen ringetje. Wat kwam ik tegen? Hoofdsproeiers zitten verkeerd. Hier zit 78 op. En daar ligt 112 of 115. Er zijn twee types in omloop. En bij eentje mist het stalen ringetje van de CO2. Dus dit is fout. Ik hoop en ik vermoed dat dat de storing is. Voor de zekerheid nog even wat extra tips. Uit de bougiedoppen, want die heb ik even gewisseld, haal ik altijd de weerstanden. Want die kunnen ook een storing van 4000 toeren geven. Dus loop dat altijd even na en doe dat ook met je test even. En wat ik dan doe is hieruit, hier binnenuit, de messingbus draaien. Dan moet er een veertje en een weerstand uitkomen. Die weerstand gooien we gewoon weg. Ik zei weg. En die veer rekken we uit en dan draaien we het messingschroefje weer aan. Even kijken, dat is deze messingschroef. Maak dat even schoon, daar en daar. Dus, storingcasus inhouden bij 4000 toeren. Meestal is dat de CDI-unit, maar in dit geval is dat verkeerd gemonteerde sproeiers en vervuilde bougiedoppen. Loop dat na. Dat is nog de CDI-unit van de eigenaar, dus die gaan we straks er weer inbouwen. Ik gebruik om het veertje eruit te krijgen in de bougiedop een lange schroef. Die draaien we erin, pak je zo het veertje eruit. De carburateurs bouw ik naar deze kant uit. En aan deze kant laat ik ook dus de kabeltjes hangen en ik trek alles los aan deze kant. Deze zit er zo gemonteerd. Als je op de carburateur zit, dan draai je die naar boven toe en dan trek je hem naar je toe. Dat gaat makkelijkst met monteren ook. Maak ik dit even wat warm en een beetje siliconenspray erop en dan floepen ze straks als laatste zo weer terug. Let op de O-ring. Ik ga ervan uit dat de storing hiermee opgelost is. Ik ga het hem nog even samenbouwen en de CDU-unit wisselen. Nogmaals, 4000 toeren. Het eerste wat je doet is de CDU-unit wisselen en dan de carburateurs nalopen. Uiteraard blijven er altijd nog wat zwaardere gevallen over. Dan kan het de dynamo zijn, maar zover gaan we hier niet bij deze motorfiets. En de bougiedoppen nalopen. Ik hoop dat je wat hebt aan dit filmpje. Einde film, tot de volgende keer.